draag toch allemaal de kleren. Val voor mijn paard allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schel dus alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is van varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren. Tot die ooit weer terug zal zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Misschien als vader schipper is. Als hij weer terug is van de zee, zegt hij nog eens, laatste sis, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind, kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het gelukkig vind, maar hoe, dat is een groot probleem. Had ik maar iemand om van te houden. Zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd. Zeg, ik ben je meid niet. Er is een kaart van je vader. Met de deur, hè? Kan er nooit eens op tijd komen. Er heeft het vat gelekt in de kelder. Neem een dweil mee. Twee
Nee, moppie. Geef me een kopstoot en neem er zelf ook een van. Is dat je man? Misschien. Precies, schiet eens op. Harry, waar blijf je nou? Ik zou jou wel eens wat beter willen leren kennen. Ja, zo kan ik je niet gebruiken. Ik ga wel even naar huis. Je zendt de goeie niet op mijn rug. Beetje excuses dan. Morgen! U weet zeker dat hij het opzettelijk gedaan heeft? U denkt toch niet dat ik hier mijn eigen kind zit zwart te maken? Ik laat hem maar eens een tijdje in een observatietehuis opnemen. Ja, rechercheur? Meneer Van Loon, wilt u die beslissing niet nog wat opschorten? De rat is een driftikker, maar het is verder geen slecht joch. Dat geloof ik graag, Muiske. Maar het is me nogal wat. Brandstichting en op die leeftijd... Wat bedoelt u met observatietehuis? Hij hoeft toch niet naar een gekkenhuis of zo? Siske gaat een tijdje naar een tehuis waar hij door deskundigen wordt getest op zijn geestelijke vermogens. Naar aanleiding van het rapport dat ik daarvan krijg, zal ik verdere maatregelen nemen. Wat dat? Wees blij dat ik het niet meteen uit de ouderlijke macht laat ontzetten. U bent flink tekortgeschoten als moeder. Ik sta er ook maar helemaal alleen voor. Rechercheur, gaat u de jongen even halen. Vrijmoed. Durven jullie wel tegen zo'n kleine onderdeur? Prat. Ik kom naar meneer Van Loon. Je kunt er niet zomaar de boel in de fik steken. Heb je dat gezegd? Van een bokkenwaaf. Zo praat je niet over je moeder. Het is toch zo, als mijn vader... Ja, ja, leer nou maar eens je grote mond dicht houden, hè? Siske, je gaat een tijdje weg van huis. Hoe verder, hoe beter. Ziet u nou, wat voor een lievertje het is? Tja, mevrouwtje, dan zult u toch met uw man hier moeten komen. Misschien vinden we gezamenlijk een oplossing.
Dit is meneer Pieksma, je begeleider voor de tijd dat je hier bent. Sis Brabant. Wat krijgen we nou? Mond houden. Opschieten. Over 5 minuten gaat het licht uit. Het derde bed van achter, daar slaap je. Kun je morgen nog? Schiet op. Boven de dekens. Boven de dekens. Man, ik krijg de kolie. Ja, ik kan niemand op. Lukt het voor jou? Dus je wel tegen al die kleintjes. Bij mij zou je niet zo gemakkelijk vanaf komen. Wil ik nou bang voor je zijn? Hey, denk je echt dat je me aan kunt? Wil je dan voor mij in de plaats spelen? Nou, kom op, even wat ik een belang vraag. Kaplan, waar ga je voor mij in de plaats spelen? Nee, best. Ik ben kapelaan de Groei. En jij? Sis Vraamoed. Sis? Van Franciscus. Ja. Waarom zit je hier? Dus je mijn moeder. Je hoeft het me niet te vertellen, hoor. Ja, laat maar eens zien wat je waard bent. Sis Vrijmoed,
Hier komen. Komt er nog wat van? Handen uitsteken. Als er hier moet worden geslagen, dan doen wij dat wel. En nu, smakelijk eten. En jij gaat zonder eten naar bed. Bekijk deze nou eens. En wat denk je nou aan als je dat ziet? Nou, verzin er eens een verhaaltje bij. Er was dus een man en een vrouw. Ja. En verder? Ja? Ik wou wel eens zien hoe de zee eruit zag. Wat gebeurde er toen? Weet ik veel. Dan gaan we naar de volgende. Wat denk je daarvan? Nou? Een kind, die was de poel kwijt. Mm-hmm. Hoe kwam dat? Omdat de moeder die had weggegooid. Goed. En deze? Wat voel je als je daarnaar kijkt? Ik weet het niet. Zo. Niks maar. Tot lang. Dan het beste, hè? Ja, dank je wel. Een goede reis, hè? Ja, ook dank je wel. Zo, jongens. Nou, die tijd hier met jullie, die zal me denk ik nog heel lang heugen. Hm? Maar in ieder geval bedankt voor alle lol die we samen hebben gehad. Hm. Zien we u nog wel eens? Nou, als je maar genoeg rottigheid uithaalt, misschien wel, ja. Oh, nou, dat is geen probleem. Oh, nou, dat geloof ik meteen. Zo'n plekje voor je vrijhouden. Goed? Ja. Dag, Sis. Dag. Hou je goed, hè? Klaas. Dag. Hey, jong. Ja, opletten. Allemaal vlak achter die balk gaan staan. Armen spreiden. Afstand maken tot elkaar. Zodat je straks niet tijdens droogzwemmen elkaar in het gezicht roeit, hè? Ja, wacht maar even, jongens. Jullie zijn mooi te laat, hè? Allemaal moeten we wachten hier op je plaats, hier daartussen die anderen. Zo, allemaal weer armen spreiden. Ook Siska armen spreiden, ja. Zo. Dan laten we die armen zakken. En we gaan allemaal voorover liggen op de balk. Ja? Gewoon ontspannen gaan liggen. Zo. Siske... Er zijn geen uitzonderingen hier, hè? Je doet gewoon mee. Zo, we brengen nu onze armen voor ons en de handen vlak onder de kin. Zo, nu strekken we de armen. En kreun maar, ja. Beter nu pijn hebben dan morgen verzuipen, hè? En spreid die armen en strek die benen. Stand 3. En dan gaan we weer naar 1. Handen onder je kin en intrekken die benen. En strek je armen voor je en spreid die benen. Stand 3. Spreid je armen en sluit je benen. En door. Hup naar 1. Handen onder je kin. Intrekken. En strek en spreid je benen. 2. En spreid en sluit je benen. 3. En 1. We gaan meteen door. Hakken tegen elkaar. Niet te hopen dat je hakken wat je ziet. Dat is een pak. 2.
dan? Misschien nog wel eens te gaan. Bokkenwijf. Ik ben blij dat ik je er nog heb. Mijn moeder is gestorven na mijn geboorte. Maar je bent je vader? Oude zuiplap. Weet de helft van de tijd niet eens dat ik besta. Ach, met mijn vader kan ik goed opschieten. Alleen hij is er bijna nooit. Hmm. Slaat hij je wel eens? Nee, waarom? Hé, ik wou dat we zelf onze ouders konden uitzoeken. En dat jouw moeder je vast niet uitgekozen is, sis? Nee, denk ik ook niet. Ik wou dat je in Amsterdam woonde. Ja, ik ook. Kijk eens wie we daar hebben. Moeder? Welkom thuis, jongen. Gaat zitten. Kan ik u misschien wat aanbieden? Nee, dank u. Is hij braaf geweest onderweg? Zo mak als een lammetje. Ik stoor toch niet? Wel, nee. Ik ben wat blij dat u zo vriendelijk was om Sis af te halen. Hè, Sis? Heeft u nog kunnen regelen met de nieuwe school? Hij kan meteen beginnen. Maar het ging niet van harte. Wat is die directeur een etter. Als hij ze daar maar mee kan vinden. Als u hem een beetje helpt, komt het wel in orde, Sis. Nou, hou je haaks erop. Je weet wat je me beloofd hebt, hè? Je komt er zelf wel uit. Zo. En die had je nog van me te goed. En Moppie, nou lust ik wel een biertje. Meester Bruis? Bruis, er wordt naar je gevraagd. Wat kan ik voor je doen? Precies verhameld. Mijn moeder zou dat ik bij u in de klas kwam. Oh, dat klopt. Ik heb je toch verteld van die mevrouw? Oh, dan ben jij die jongen van die inkpot. Wij hebben hier een fatsoenlijke school. Ik hoop dat je je gedraagt. Meester, dat is de rug. Die heb je in de gevangenis gezeten. Mijn plaats. Siske? Siske, jij gaat naast Kees zitten. Meisje, ik wil helemaal niet dat je naast komt zitten.
En waarom wil jij niet dat hij naast jou komt zitten? Jan, bemoei je er niet mee, jij, hè? Jij gaat naast Gerard zitten. Schiet op, joh! Zitten jullie makkelijk? Wat zeg je? Ja. Ja, wie? Ja, meester. Schriften. Laat me rust, daar heb je niks gedaan. Waar woon je? Hé, stinker! Vader! Wil jij hem even? Wil ik jij? Kan ik het eigenlijk kietelen? Grote oren, hè? Moet je kaken. Jullie lijken wel broertjes. Nou, wat een kanaasje. Doe maar. Alsjeblieft. Nou, ga je mee aan. Jans. Wat weet je allemaal van? Alles. Alles? Ja. Mag je open? En? Ze zijn niet klaar, hè? Even hier. Dankjewel. Waarom wil ze eigenlijk dat je een wal blijft? Ik kan me geen dag missen. Wat wil je daarvoor werk gaan doen? Oh, pak wat ik krijgen kan. We zullen eerst eens met je moeder gaan praten. Zal je kanker te laat ben? Kom mee, wie is er niet? Je doet gewoon of je nergens van haar weet, hè? Moest je weer nablijven? Het is mijn schuld dat je zo laat is. Oh, ben je ook weer eens in het land? Gezellig. Hoe gaat het met je? Je ziet er goed uit. Dank je. Wil je wat van me drinken? Geef maar een biertje. Ik heb gehoord dat je een nieuwe vriend hebt. Zes is dat? Ach. Kinderen zien overal meteen wat in. Niet dat het mij wat uitmaakt. Proost. Op je gezondheid. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je dan met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
Jij betaalt tenminste nog wat. Na de scheiding geef ik je elke maand alimentatie. Ik heb jou nog nooit zo vrijgevig meegemaakt. Wat zit er voor jou in? Niks. Behalve Sis. Die ben je toch liever kwijt dan ik. Denk er nog maar eens over na. Dat zal ik zeker doen. Snikken. Mijn man wil van me scheiden. Zal ik het doen? Wat vind je? Scheiden? Je bent gek als je het doet. Als ik nou eens een goede vent tegenkom die met me wil trouwen. Dan heb je er toch nog tijd genoeg voor? Hé, je hebt het toch leuk zo? Tenzij je natuurlijk al iemand op het oog hebt. Nou, nee. Hé, Marie. Ouwe hoeren doe je maar in je vrije tijd. Elke maand je geld. En zo vrij als een vogel in de lucht. Wou je dat allemaal opgeven? We zijn nou in de Uilenstad, zijn ze aan het vechten. Het schijnt dat ze er alleen kapot geschoten hebben. Colin, moeten ze zijn vette kop eraf draaien. De schoft. Ja. En wat weet jij er nog van? Dit land heeft een sterke man nodig. En geen slampampers. Geen beslissingen durven te nemen. Een sterke man moet je in Duitsland wijzen. Ja. En daar weten ze tenminste raad met dat werkomwillige daar. Klagen, hè, dat vrouwen en kinderen niks tevreden hebben. Maar wel zelf de hele dag in het café zitten. Moet ik toch niet eens naar bed? Hij valt ze wat op. Sis, het is tijd. Naar huis. Alles in orde, Marie. Politie, we gaan alleen niet meer aan. Ze hebben het leger erbij moeten halen. Het zijn altijd armen die ze moeten hebben. De rijken die worden steeds maar rijker. Dat is toch overal zo? Steuntrekkers leggen toch altijd het loodje. Thank you.
gaan. Meekomen. Benny, jongen, ik heb me zo ongerust gemaakt over je. Nou, beter laat hem nooit. Voortaan hou je je zoon 's nachts van de straat aan. Als ik hem nog één keer hier krijg, gaat hij naar de tuchtschool. Over mijn lijk. Nog beter. Jij naar het kerkhof en je zoon naar de tuchtschool. Zo komt mijn hele tijd in de goede richting. Raad hier blijven. Zit je tegenwoordig ook wel in de politiek? Ik heb alleen maar een beetje geholpen. Meneer Malone zal ervan opkijken als hij hoort dat je nu ook al hier komt logeren. Wat denk je dat hij dat niet te weten zou komen? Kom, ben je naar huis. Ik ben eens met je moeder praten. Slaap me verrast. Heb je dat dit keer verdiend? Waar heb jij vannacht uitgehangen? Hé? Bij ons. Hij is opgepakt bij de rellen. Je mag ervan geluk spreken dat hij leeft, want er zijn doden gevallen. Wat doet die jongen van 11 uur 's nachts op straat? Kan hij hem niet eens thuis houden? Ik wist niet beter of hij lag in zijn nest. Ze ligt dat ze barst. En nog praatjes hebben ook. Ik weet niet wat ik met die jongen aan moet. Ik weet het niet meer. Als je me zo verder laat aanrotzooien, haal hem vanzelf een keer bij je weg. Daar ben je er wel goed vanaf. U weet dat ik er helemaal alleen voor sta. Ik doe mijn best. Maar ik kan er gewoon niet aan. Ja, ja. Dat merk ik. Je hoort er nog van. Rap. Zolang bij ons in de klas, tot we weten hoe ver die achter is. Dank u wel. Is er verder nog iets waar ik speciaal op moet letten? Als er maar geen kou vat. Hij heeft nog niet zoveel weerstand. Nou, kunnen we maar. Kijk eens, jongens. Doris is er weer. Meester, die komt toch niet bij ons in de klas? Jij je hele grote mond houden, Jan. Hij heeft erge klieren, dus besmettelijk. Weet jij wat besmettelijk is? Die hele grote mond van je. Straks hebben we het allemaal. Dan mag ons maar komen zitten. Ah, dat is gek. Naar uit. Siske bedankt.
schrift. Kees! Ben jij een goedje op? Kees! Wat doe je met zo'n dop? Kees heeft onze kamers, zijn deftig, op zijn, nou is hij blij, wat heb je op je kop, is nou de superbol. Kees heeft op zijn vaders, zijn hoofd goed met schaap, nu goed die apenstoel. Kees, prima. Zo. Ik ben een nette jongen, ik kleed me altijd goed. Op feestelijke dagen draag ik een hoge hoed. Dat kan de buurt niet velen. Dat kan de buurt niet velen als ik zondags wandelen ga. Dan roepen alle jongens uit de buurt ons na. Siske, heb jij een hoedje op? Siske, wat doe jij met zo'n dop? Siske heeft onze kamers, zijn ogen zijn, nou is hij blij. Wat heb je op je kop, is nou de superhoop? Siske. Beetje het hard gereden, Doris. Bent u overal geweest? Overal. Dat kan niet. Wat? Wel waar. Amerika, Afrika. Hé, vader? Noordpool. We zijn een schroefje kwijt, Doris. Waar woon je? Daar verderop, op nummer 21. Waar? Verderop, op nummer 21. Oh. Dit is zijn vader. Goeiedag. Zijn wagentje is stuk. Nou, zeg maar waar u hem hebben wilt. Op de sofa, alstublieft. Laat jij spelen, beetje? Ik kom zo. Wat een leuke vader heb je. Is je moeder ook zo aardig? Nou. Dag. Dag. Hartelijk bedankt, hoor. Niks te danken. Heb je een stinkje? Dag, beetje. Dag, sis. Goed dat je bent. Dit is naar tante Jans. Dag, Siske. En hoe vind je dat? Dag, mevrouw. Vader, moet nou gewoon. Is het niet, Kurt? Cor, je moet hem een beetje meer tijd geven. Als ze weigeren. Laat het maar mij over. Tot zo. Zo, Theo. Oude reus. Ik geloof niet zo uit. Je bent toch te stom om voor de duivel te dansen. Ik heb geen tijd. Kom alleen het papier even brengen. Wat voor papier? Het papier van onze scheiding. Ik ben het nou weer vergeten. Wie zeg je dat ik wil scheiden? Daar hebben we het toch over gehad, of niet? Neem me weer mee. Ik denk er niet aan. Doe dat niet zo moeilijk, mens.
Ik heb toch ook nooit moeilijk gedaan? Ik moest er nog bij komen ook. Oh ja? Nou, met dit ding hier heb ik zeker niks te maken. En dat jong daar is hoogstwaarschijnlijk ook geen vrijmoed. Hé, oude reus? Jij laat je toch door iedereen naaien? Hoe durf je? Ik heb nog nooit naar een ander gekeken. Ik heb jou wel door. Maar ik waarschuw je. Als jij het met een ander houdt en ik kom erachter, dan krijg je helemaal geen cent meer. Eruit. En Siska helpt niet meer te zien. Ben je niet kist, hè, stinkert? Hier blijf je. We zullen zien wie hier de baas is. Is mijn vader er? Nee, hij is net even weg. Wanneer mag ik nou hier komen wonen? Als je even wacht, kan je het hem zelf vragen. Ik heb getaard. Doe maar de groeten van me. Dag. Dag. Laat hier dat toch steken, kom met ons mee. Ik wil helemaal niet met jullie mee. Het zou best wel eens kunnen. Waarom moest je ook naar een mes pakken? Kon je met je blote handen af? Ik wilde dan naar een andere school. Je gaat me dan niet vertellen dat je je daar hebt gevonden. Ik weet niet. Dus dan kijk wat ik voor je kan doen. Ik denk er niet aan. Ik laat de sfeer hier niet door zo'n kleine crimineel verpesten. Het spijt me, meneer Maatzaken, maar je was op de hoogte van 's nachtegrond toen u mij aannam. Dan kunt u hem niet zomaar wegsturen. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik ga naar de inspecteur van het onderwijs. U doet maar wat u niet laten kunt. Ik ben nog altijd hoofd van deze school. Als u dat maar goed weet, rechercheur. Ik heb die man nog nooit zo kwaad gezien. Oude gek. In plaats van dat hij die etter van een Jan van Kerkel aan stuurt, moet de rat er weer aan geloven. Maar dat is toch helemaal niet waar wat u zei? Hij kan hem toch zo van school sturen? Tuurlijk kan hij dat. Ik mag het toch wel proberen?
De rat is hij graag. Vergis me, of ben je echt op hem gesteld? Is dat zo vreemd? Je zou hem kunnen helpen. De kinderrechter wil dat de rat een voogd krijgt. Niks van jou? Voor mij? Waarom niet? Ik sla twee vliegen in één klap. Maatzaken krijgen niet meer weg. En Sis krijgt een voogd waar hij wat in heeft. Ben jij Siskes broertje? Ik wil graag even met u praten. Ja? U bent toch mevrouw Vrijmond? Oh, ik kom van mijn zuster. Die is er niet. Nou, dan kom ik een andere keer wel terug. Zeg, als het dringend is, dan ken u de vinden Café Roos om de hoek. Goedemiddag. Wat mag het wezen? Mevrouw Vrijmoed, ik ben Siskes onderwijzer. Bruis is mijn naam. Wat heeft u nou eruit gehaald? Ik kom alleen maar even kennis maken. Zo? Men heeft mij gevraagd of ik Siskes voogd wil worden. Voogd? Marie, we blijven bestelling. Waarom weet ik daar niks van? Zo, moppie. Hetzelfde maar weer. Hele drukte hier? Oh, nou. Ik wil wel weer gaan. Het komt eraan. Alsjeblieft, meneer Oosterbaan. Dat is een vriend van mijn man. Wat doet Siski hier? Dat zie je toch? De boel kapot maken. Blijf hier uit, en ruim die rommel op. Schiet op. Laat de jongen los. Het gaat van je loon af, Marie. Wat denk jij wel? Kom. Hier blijven! Hier nee. Blijven, Sally! U weet toch dat kinderarbeid verboden is? Heb ik niks meer over mijn eigen kind te vertellen? Ja! Siska gaat mee en zoiets staat hier over een half uur de politie voor de deur. Ze heeft altijd verteld dat hij al 14 was. Kleine verraaier! Ik zal je leren je moeder te verlinken. Ik heb helemaal niks gezegd. Reinhard is een schavuit, dat weet hij. Hij is listig en vindingrijk en spot met alles en iedereen. Maar dat hij zich niet houdt aan de afspraak, dat valt. Siske? Ga jij wel op tijd naar bed? Is er iets? Ik wil je heel graag helpen. Er is helemaal niets. Ik en ik gaan hem halen en we zullen goed voor hem zorgen.
even onze kleren passen. Je moet helemaal niks doen. Nou, wat mij betreft... Hoi! Ho, maar jouw vader en moeder moeten het goed vinden. Hoi! Huis! Uw kinderen niet stil houden. Waarom zijn jullie dan niet stil? Ja, meneer. Huis. Ja, meneer. Dat heb ik gehoord, Huis. Word jij vocht over die kleine messen trekken? Mm-hmm. Je zult er al spijt van krijgen. Binnenkomen. Ik wou iets vragen. Ja hoor. Hallo paps. Ja. Wil je even helpen Joop? Kijk eens wat ik heb gekregen. Je weet hoe ik erover denk. Alsjeblieft, meneer. Je zal echt heel goed voor me zorgen. Ik wil zo graag mee. Het doe nou, Joop. Nou, als jullie dan maar zorgen dat hij geen kou vat. Hoera! Hoera! Nou moet Doris even rusten. Dag, Doris. Dag, Doris. Dag, Suske. Dag, Beetje. Dag, meneer. Dankjewel, vader. Ga je handen even wassen. Nou, schiet op. Kijk eens wie er is. En wat ik gekregen heb. Komt hij dan? Oh, dat had je niet hoeven doen. Heb je ook eens ruiken? Maak wel kattenpis. Moet je geen huiswerk maken? Blijven ze nou?
gevallen. Meester! Meester, daar zijn ze! Zuster! Hop, aankleden. Schiet op. Commissie. Hop. Aankleden. Jongens, eten. Kom, vlug. Kom. Gaat het, Doris? Ik zei hier nog. Het is het mooie hier. Ik ben blij dat ik mee mocht. Wie wil er een boterham? Vangen. Waar is hij? Jongens, we gaan. Het gaat regenen. Spullen pakken. Heb je Siska gezien, Betje? Die komt wel. Jan, Kees. Kom even helpen. Eén van voren, één van achter. Even. Hoppakee. Ik geloof er niks van. Ik zal je vaak schrijven. Nou ja, dan ga ik maar. Dag, tante Jans. Ik breng je even naar de deur.
Beloof me dat je extra lief zult zijn voor tante Jans. Ze is namelijk in verwachting. Begrijp je nou waarom we zo snel mogelijk willen trouwen? Je kunt ons helpen. Gaat ze nog steeds om met die Henry? Hoe langer hoe meer. Hij blijft nu ook eens slapen. Prima. Als jij hem bijhoudt hoe vaak en wanneer hij komt, dan hebben we bewijzen. En ik kan ze de scheiding niet meer tegenhouden. Zal ik ook kijken wat ze in de slaapkamer uitvreten? Nee, nee. Laat dat dan maar uit je hoofd, hè. Stel eens het merken. Hé. Hey. Sis? Je kunt op mijn rijken vallen. Wat lees je? Heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Is mooi. Je hebt koorts. Ik ben niet ziek. Je hoort in bed te liggen. Ik wil niet meer ziek worden. Suske? Ja, mevrouw Keulemans even halen. Doris voelt zich niet goed. Hij zit hier weer op het politiebureau. Ach, wat. Hij is vast bij de wijf van zijn vader. Wat zei je? Weet toch iedereen in de buurt? Het koor wat heeft met dat waswijf. Uit de Sint-Petersstraat. Nou, breek mijn klomp. Waarom dacht je anders dat hij zo achter die scheiding aanzet? Godverdomme! Als dat waar is. Waarom ga je niet even kijken? Henry. Ga maar. Ik hou hem wel even bezig. Thank you.
Geef mijn kind terug. Mevrouw Vrijmoed? Ik wil niet dat mijn kind met een vrouw als jou omgaat. Siske? Hij komt zelf wel. Siske? Je gaat met je moeder mee. En maak je over Doris nou geen zorgen. Die komt er vast wel bovenop. Ga nou maar. Moet je dat zien? Ik woon hier goed. En voortaan laat je me rust, hoor je? Mevrouw Vrijmoed. Siske heeft net als iedereen een beetje liefde nodig. Als u het hem niet geeft, doe ik het. Naar eruit. Ik vond het toch niet erg om even te wachten? Ik had charmant gezelschap. Waar is Sis? Die is naast zijn nest. Ga iets leuks doen. Ik heb de hele avond voor je vrijgemaakt. Dat wordt dan een lange nacht. Ontbijtje van mij op bed. Ja. Pas maar op dat het lieve zoontje van je ons niet hoort. Die heeft niks in de gaten. Kleine viespuik! Ah! Ben jij toch een stomtrit? Gaat natuurlijk doorvertellen. Sis, die houdt zijn waffel wel. Ah! Waf hem af! Je hebt er niks over moeten vertellen! Laat mij maar eens even. Dag mevrouw. Dag Wil, tot zo. Laat eens zien. Hoe kom je daar aan? Mijn moeder en de vriend. Oh. Ah. Zie
Oh, nee. Nou is het toch te ver gegaan, Ik ga eraan geven. Het was mijn eigen schuld. Ik heb in de slaapkamer gekeken vannacht. Vader zei dat jullie bewijzen nodig hadden. Ik breng je naar school. Ik wil niet. Nou, niet kinderachtig doen, sis. Kijk u ook maar zonder zijn trui. Niet met te praten, dat kan toch niet langer zo. Praten? Ik laat de ouderlijke macht ontzetten. Hoe is dat nou gekomen? Waarom heeft ze dat gedaan? Nou, Siske's vader had hem gevraagd om... Hij had hem gevraagd om in de gaten te houden wie er zoal bij zijn moeder over de vloer kwam. Hij heeft het een beetje letterlijk opgenomen. Ja, in dat geval vrees ik dat ik weinig kan doen. Kom. Siska, ga jij vast naar de klas. Als u echt zoveel van Siska houdt, laat u hem dan alstublieft los. Hij moet leren met zijn moeder uit te komen. Ik begrijp dat dat erg moeilijk is voor u. Deze stad. Haarlem. Kees, kijk nog eens. Ja, dat is Den Haag. Kees, het eindigt met Dam. Rotterdam. Je woont hier in Rotterdam. Kees, waar woon je? Sint-Petersstraat 83, 2 hoog. De maatschappij. Bruis, ik even kopen. Wij zijn even stil. We pakken een boek, we lezen even wat. Jij gaat zitten. Hé, hey, Rat. Tegen een tarpel aangelopen. Heel slecht nieuws. Vanochtend is Doris Keulemans overleden. Meester.
eens een karretje hebben. Als jij niet zo doorgedramd had over dat schoolreisje, was ik misschien niet ziek geworden. Dat mag je niet zeggen, Joop. Moest ik je geven. Aan Doris. Hij hield heel veel van je. Wil je nog afscheid van hem nemen? Beter als je nu naar huis gaat. Anders krijg je weer ruzie. Sissy moet voorlopig niet meer komen. Dat is ook toevallig. Ik had vanmiddag naar je toe willen komen. Kom binnen. U gelooft het niet. Als ik vertel wat die kleine Ed er nou heeft uitgehaald. Mevrouw Vrijmoed, waarom stemt u niet gewoon toe in de scheiding? Waar bemoei jij je mee? Het is toch voor u ook geen leven zo? Altijd maar ruzie. Waarom blijft u nou dwars liggen? Of gunt u het ze niet? Dat ze trouwen voor het kind er is. Ja.
weet dat ik Siskes voogd ben. Stop het voogdijschap maar in je reet! Ook niet meer. Als ik morgen niet op school is, ga ik naar de politie. Je doet maar. Donder op! Nou, Woppie, komt er nog wat van? Hoe zien die eruit? Wat zeur je nou, Marie? Je bent er toch niet vies van? Kom. Is nou zo erg wat ik van je vraag? Huh? Je kan er nog een geld mee verdienen, hè? Hé, Moppie. Je wordt er ook niet mooier van, hoor, van al dat janken. Ja, wacht even. Nou, wat is het? Ja of ja? Voor jou 10 andere stomme tamijen. Laat je de prachtig altijd aanbranden. Moet je mij nou ook nog even? Laat niet over me lopen. Opgerot, je staat hier in de weg. Waarom is het hier altijd zo'n klerenzooi? Mens. Krijg de veller. Ga jij dan zitten voor Henry? Naar bed, jullie. Kun je naar me luisteren? Naar bed, zei ik. Schiet op! Kat! Niet doen! Ga terug, Rotbak! Thank you.
Misschien is ze wel dood. Zo erg zal het toch niet zijn. Jij mag zo lang in mijn bed liggen. Beetje warm worden. Dan ga je kijken wat er gebeurd is. Sis, wakker worden. Kom, lieverd. Je moet je aankleden. Je moeder is dood. Ik wil niet. Tante Jans, ik ben bang. Siske, het is zover. Moet dat nou? Voorschriften, meneer. Doe die krant weg. Hé. Hey. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Als ik vrij ben, mag ik dan bij jou en tante Jans komen wonen? Tuurlijk. En ik ga nooit meer weg. Kom vrij, moedje. Niet doen. Ik wou dat ik er zelf een kant had gemaakt. Dat zou niet veel geholpen hebben. Zal hier ooit overeen komen? Dat weet niemand. Het enige wat jij kunt doen is zorgen dat hij een thuis krijgt. Huh.
kleinste maat. Sterkte. Tonus, zou je mond. Ja, meneer. Je meldt je straks na het eten. Ja, meneer. Kom hier. Pet op. De houding. Gedetineerde Vrijmoed. Bed af. Bed af. Wij hebben hier niet veel op met messentrekkers. Ja, meneer. Ik persoonlijk vind dat jij er met die 6 maanden nogal gemakkelijk vanaf bent gekomen. Ja, meneer. Jij hoeft maar 1 fout te begaan. En ik kan jou het verblijf hier verdomd onaangenaam maken. Begrepen? Ja, meneer. Meneer Vergeer, zou u dit stuk uitschot uit mijn kamer willen verwijderen? Bed op. Waar is je lepel? Ik weet het niet. Als je nog 1 keer de lepel kwijtraakt, eet je voeten maar met je handen. Meneer.
Voor je kijken, hè. Waarom pakte die jongen mijn lepel? Die vissen. Ik kan maar het beste uit de buurt blijven. Die heeft iemand van kant gemaakt. Ik zit hier voor diefstal. En jij? Mogelijk, ja. Maar er is jongen bij dat gebleven. Van je dat je je mond gehouden hebt. Zeg, is het waar dat jij je eigen moeder gemold hebt? Hoef je niet voor te schamen. Laat die kleine met rust, joh. Wat zei hij? Hij begon opeens te slaan. Zijn helm viel op. Op dweilen.
Nee. Opdweilen. Nee. Visser, Buur, corvée overnemen. Meneer, het was niet vrij, moest. Hou jij je mond. We leren jullie streken wel af. In de houding. Laat u mij even met de man heen. Ik had niet gedacht jou hier te vinden. En ik heb lang. Siske. Was het niet? Hoe kon dat nou gebeuren? Ik wil er niet over praten. Ook niet met mij. Siskes voogd? De goede. Ja, we doen ons best om het hier nog een beetje gezellig te maken. Gaat u zitten. Ik ben blij dat u even kon komen. Hoe is het met hem? Het komt beter. Hij klampt zich helemaal vast aan het idee dat hij straks bij zijn vader en zijn tante gaat wonen. Dus u begrijpt dat ik nog wel schrok van uw brief. Ik denk niet dat het ooit nog goed komt met die twee. En hoe moet het dan verder met Siske? Dan zal hij zijn eigen weg moeten vinden. Heeft u nog met haar gepraat? Ja, maar zij wil haar toekomst niet op de dood van een ander bouwen. Ja, daar kan ik in komen. Vertelt u maar niks. Ik zal het hem zo voorzichtig mogelijk proberen duidelijk te maken. Voordat hij weggaat. Zullen we dan maar eens gaan kijken? Vrijmoed, hier komen. Wie is dat? Een voogd. Goh, een tweeling. Het zal me voor haar trots zijn. Gaat het eigenlijk met de klas? Betje vraagt wanneer je nou eindelijk weer eens terugkomt. Waarvan mijn maatzaken zei ik niet meer op school blijven. Ja, dat is toch beter. Dan weten ze zoveel van je. Wat zijn dat voor jongens hier? Ik heb bij een vriend. De andere halen als maar door de gaten had. Dat doe jij zeker niet mee. Naar binnen, Vrijmoed. Tijd is om. Ja, meneer. Ik zal iedereen de groeten doen.
U kunt tevreden zijn over uw pupil. Hij maakt goede vorderingen. Het is al een heel andere jongen dan de brutale, ongedisciplineerde vlegel die we hier ontvingen. Aan. Daar heb je het lef niet voor. Ik spring. Ik ga toch niet bedanken dat ik nog een dag hier blijf. Hans, de directeur heeft beloofd dat je niet wordt gestraft als je onmiddellijk naar beneden komt. Geen sprake van. Meneer Renders, in godsnaam, laat me nou even met hem praten. Ik denk er niet aan. Laat me niet door zo'n jongen chanteren. Niets vergeten? Nee, meneer. Denk eraan, Sis. Je hebt je straf uitgezeten. Het is nou allemaal voorgoed voorbij. Hm? Zoals tante Jans wil, meneer. Meer. Ik weet zeker dat ze nog heel veel van je houdt. Ik geloof het niet. We hebben niet altijd voor het zeggen, Sis. Dat weet je nou toch zo langzamerhand. Vrijmoed, beste. Ja, nee. Laat zien dat je een kerel bent. Ja, nee. En Vlaas. Waarom gaat u niet eens naar het crisiscomité? Daar zijn ze voor. Wilt u stinken? Nee, mijn vrouw zit te wachten.
zonder u zou ik het nooit gered hebben. We houden contact. En als er wat is, geef dan even een seintje. Dag, Sis. En zo gauw ik een andere school voor je heb, laat ik iets weten. Ik ben er samen. Ik kom er wel uit. Dag. Het is niet veel. Tot ik werk heb gevonden, moeten we het zo zien te redden. Ik heb geen eens geld genoeg om je af te halen. Was het aan jou een Corrie? In Rotterdam bij je tante. Dag Beetje, dag Sif. Sis, ben je terug? Zal ik met je meelopen? Ik mag van mijn ouders niet meer met je omgaan. Jou wil ik je niet meer zien. Maak dat je wegkomt. Waarom wil je niet met mijn vader trouwen? Is het om mij? Heb je dan een andere man? Nee. Het heeft niks met jou te maken, Sis. Er is iets tussen Cor en mij. Ik vind het jou zo... Nou, het heeft niks met jou te maken. Mag ik nog wel bij je langskomen? Tuurlijk. Dag.
Niks. Zoals gewoonlijk. Ik ga maar. Kom je daar dan aan? Met mijn meisje lopen. Ja, dat beest kan niet blijven, sis. Ik ben zelf nauwelijks genoeg tevreden. Ah, het is maar een kleintje. Hij is niet veel. Nou, vooruit hem maar. Maar je zorgt er zelf voor. Vader, heb je de tweeling al gezien? Tot straks. Roosje en Katrientje. Tante Jan zei dat ze veel op jou lijken. Ik kom. Dat is mijn portemonnee. Dat je niet moeten doen, sis. Ik wil dat jullie weggaan. Ik wil dat jullie alle twee weggaan. Schrijven. Om te vragen hoe het met de anderen gaat. Ik kan het proberen. Ik denk niet dat je antwoord krijgt. Dag Wijntje, zijn je ouders thuis? Mijn vader. We zijn van het crisiscomité. Mocht we even verder komen? Ah, onze redders in nood. Nee, dank u. U wilt zeker even rondkijken? Met hoeveel woont u hier? Met z'n tweeën, alleen wij. En Londres? Quelle misère. Que deviendra-t-il du petit garçon? Probablement rien. Leeft hier wel onder zeer behoeftige omstandigheden. Waarom hebt u geen steun aangevraagd? Dat gaat jullie geen flikker aan. En schamen jullie niet? Hier te komen snuffelen en ons te behandelen als idioten. Ja, ze. We kunnen misschien maar beter weggaan. Ik geloof dat onze oprechte belangstelling hier niet op prijs is. Dat is goed gezien. Heel goed gezien, dames. Capsones, leiders. Ik zal zo hier geen stuiver krijgen. Tuig van de rigel. Dag, meetje. Hoe heet je? Gabber. Ik moet naar huis. Trut, zeg er gewoon dat je niet wilt. Thank you.
heb je hem. Tante Jans? Zo, Vrijmoed. Ik heb de eer om jou namens de burgemeester van de stad een onderscheiding uit te reiken wegens het redden van een drenkeling. Dank u wel, meneer Maatzaker. Er was een tijd dat ik geen vertrouwen in je had. Maar nou ben ik trots op je. Bravo. Meneer Maatzaker, u vergeet het belangrijkste. En vanzelfsprekend kom je weer bij ons op school. Hoi!
Sis, gaat het? Verklaart u allen alle plichten te willen vervullen die door de wet aan de huwelijken staat zijn verbonden? Ja. 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 En willen dan u, bruid en bruidegom, elkaar de rechterhand geven? Dan verklaar ik, ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam, in naam der wet, dat u door het huwelijk aan elkaar verbonden bent. Wilt u dan nu naar voren komen om uw handtekening te zetten? Zin aan. Zo, hoor jij er geen zin meer aan. Wel de lusten, maar niet de lasten, hè? Nou, dan had je er maar eerder aan moeten denken. Trouwen. Rustig maar, rustig, rustig. U bent al getrouwd. Op het moment dat de hamer viel, was het huwelijk voor de wet gesloten. En mijn handtekening dan? Hendrik. Die zet ik daar stoot zelf. Je doet maar, ik ga er vandoor. Laat me dan door! Laat me dan door! Zal ik ermee opmaken? Wilt u daar onmiddellijk mee ophouden? Ja, meneer. Kom eraan. Mag het onder ook mijn foto? Allemaal. Allemaal. Voor Sis, allemaal op de foto. Wilt u daar stoppen? Een beetje dichter bij elkaar gaan. Ja. Stilstaan. Maak toch wat van je leven, steek je kop niet in het zand. Geluk heb je zelf, dat weet je, ook een beetje in de hand. Dus blijf niet zitten treuren, als het ooit eens tegen zit. En denk wat vandaag nog zwart is, is morgen misschien wel wit. Vergeet nu maar je zorgen, je leeft en je bent vrij. Dus laat je hoofd niet hangen en lach jezelf blij. Oh, want lachen maakt je zo blij. Er is zoveel ellende, kijk maar eens om je heen. Veel mensen lijden honger, zijn ziek, oud of alleen. Steek je handen uit je mouwen en ga er tegenaan. Het is toch ook jouw wereld, dus blijf niet buiten staan.